welkom in Content Veen. Een tijdje geleden had ik een kijker genaamd Julian weggestuurd uit mijn koninkrijk. Vandaag dacht ik een rustige dag te krijgen. Echter bleek ik het goed fout te hebben. Julian keert terug en staat bij mijn poort te wachten op wraak. Ik hoorde dat als er geen 4000 likes halen op deze video, dat hij alles in de fik zet. Ik heb mijn bewakers erbij gehaald en zal snel kijken wat hij wil. Jongens, dank jullie wel voor de komst. Ik heb gehoord dat mijn grootste vijand weder is gekeerd. Julian hield de max. Die staat. Ik zie hem ook gewoon staan daar. Ik heb hem eenmaal weggestuurd, maar hij is terug. Nou, hè, zoveel kwaad kan dat natuurlijk niet, dat hij terug is. Maar wij gaan hem wegsturen. En ik heb jullie nodig als mijn bodyguard, als mijn... Ik moet even wat meer power laten zien aan hem, weet je. Kijk, dus het 4-1. Dat kan gewoon niet fout gaan, oké? Begrepen? Ja? Jullie knikken? Ja, oké, jongens, kom maar. Kom, ik zie hem staan. Daar staat hij. Hij is gewoon teruggekeerd. Ik heb hem weggestuurd. Wat een gore lef dat hij heeft. Dat hij gewoon terug durft te komen, die jongen. Want die diamond op zou willen. Ik ga je beschermen. Geen zorgen. Jult en Max kan je niks aan doen. Julian, ik had jou weggestuurd, jongeman. Jij mocht niet in mijn server meer zijn. Althans, niet meer in mijn kasteel. En toch ben je teruggekomen. Ja, ik ben teruggekomen. Maar hoezo? Ik heb hier mijn bewakers staan. Die zijn ready om je aan te pakken. Want je bent weggestuurd. Niet voor niks, hè? Ja, klopt. Maar ik dacht van... eigenlijk wil ik dit koninkrijk voor mij alleen. Dus, voor jou alleen? Ja. Nou, dat gaat je denk ik lukken, maat. Oh. Maar wat is je planning? Even serieus. Eerst dan komen al mijn mensen komen hier. Oh, jouw mensen? Ja, welke mijn mensen. Welke mensen? Deze mensen. Oh. Ja. Oké. Okay. Nee, oké. Hier kunnen wij niet tegenop, jongens. Ik zie het al. Wapens neer. Hier kunnen wij niet tegenop. Dit zijn... Je hebt heel wat mensen meegenomen, Julian. Ja, ik Julian. Heb ze allemaal... Ik kan je niet eens meer zien. Waar ben je? Ja, ik sta hier. Hoe kom je aan die mensen? Ja, ik heb ze overgehaald. Overgehaald? Ja, ik heb ze allemaal betaald. Ja? Dus... Oké, okay, en wat is je planning? Je wil dit voor jezelf? Ja, dit wil ik voor mezelf. Ik wil koning worden. Ik heb mijn kroon ook al. Maar, je kroon al? Ja, ik probeer het te zien, maar er zijn zoveel mensen die voor jou staan. Ja. Dus moeilijk. Ze zijn moordlustig. Ik wil jullie best binnenlaten en ik wil je een poging geven om de troon te bemachtigen. Maar dat gaan we dan wel eerlijk doen, oké? Okay? Ja, ik ga jullie, inclusief jou, een aantal taken geven. En als jullie die taken goed uitvoeren met z'n allen hier, dan mag je best wat mij betreft de koning worden hier, oké? Okay? Okay, van mijn grote deal. Koninkrijk. Maar dan moet het wel gesorteerd en... Nou, gesorteerd of niet geordend gaan. En ik heb gelijk een eerste leuke taak voor jullie. Dus ik zou zeggen, kom binnen. Ik weet niet of dit de grootste fout van mijn leven gaat zijn, maar kom binnen. Welkom in Kingdom. Blijf vooral hier, jongens. Niet rondrennen. Jongens, kom terug. Hallo. Kom terugkomen. Oké, okay, jullie mogen best even 5 minuutjes lang rondrennen door het kasteel. Zodra ik ja zeg. Blijf staan. En dan wil ik jullie hier stipt om 25 op de klok. Het is nu 20:20. Dan wil ik jullie 20:25 terug hebben hier op dit plein voor jullie eerste opdracht. Maar ga rondlopen, ga kijken. Jullie kunnen geen deuren openen, dus... Wij gewoon over hier blijven gewoon. Ja, doe iedereen zijn ding. Ik wil jullie hier zo meteen terugzien, oké? Ga lekker rondlopen. Ik ga een beetje om me heen kijken wat jullie allemaal aan het doen zijn. Het is eindelijk een keer gezellig hier, dat moet ik wel zeggen, Julian. Je hebt een beetje gezelligheid meegebracht. A few moments later. Oké, jongens, kom maar allemaal terug. Ik zie iedereen weer langzaam bij het plein terechtkomen. Iedereen heeft even een rondje gelopen en weet ik van wat. Er zijn nog genoeg mensen daar op het kasteel. Ik zie allemaal mensen daar zelfs bewaken of zo. Weet ik veel. Als jullie allemaal hier even in een cirkeltje op het plein kunnen staan, dan kan ik zo in het midden staan. Dan kan ik jullie dingen uit gaan leggen. En dan hoop ik dat Julian ook zijn taak goed gaat uitvoeren. Want koning moet wel helpen. Hè? Koning is een man van het volk. Dus die moet wel goed gaan helpen, hoor je dat, Julian? Ja, dat hoor ik, ja. Dan kan je wel ik ben er druk mee bezig. Ja, ik zie het. We hopen dat ze wel luisteren. Ik heb niet zoveel mensen kunnen regelen. Dat heb jij allemaal gedaan. Leuk dat jullie allemaal mijn koninkrijk proberen af te nemen. Oh, jongens. Oh, nee. Dat is de... Nee. Jongens, we worden aangevallen. Jongens. Nee. Wat is dit? Robin. Fuck, jongens. Kom mee. Aanvallen. We worden aangevallen. Aanvallen, jongens. Hou ze tegen. Aanvallen. Oké, jongens, breng ze naar het plein. Breng ze naar het plein. Breng ze naar me toe. Oké, Julian. Dit is zo'n moment dat ik jou ga leren om koning te zijn. Iedereen moet even afstand van ze houden. En een grote cirkel om ze heen creëren. Een grote cirkel. En dan Julian. Jij mag met ze afhandelen. We zijn aangevallen door Robin en Rick. Ik weet niet waarom. Wat zou jij nu als koning zijnde doen? Ja, en vragen waarom eigenlijk. Nou, doe dat, zou ik zeggen. Vraag waarom. Ja, ik moest naar de wc. En dan ga je hierheen. Ja, ik was in de buurt. Wow. En Rick? Rick, ja. Ik ben al 3 maanden niet geweest. Ik kwam terug, ik zag al deze progressie. Ik denk, ik wil het gewoon hebben.
Hij moest mijn reet afvegen eigenlijk, maar dat wilde hij niet zeggen. Nee, dat zou ik niet zeggen. Wat ga je met ze doen? Ja, Ik weet eigenlijk niet. Wat gaat Julian? Ik denk dat ik gewoon weer ga en daarom... Nee, echt niet. Julian, ik denk dat zij ook voor mij moeten gaan werken en dat ze zichzelf kunnen bewijzen dat ze... We kunnen Rick ook offeren. Goed zijn. Nee, waarom mij offeren? Zullen we Rick offeren? Jongens, schud even ja als jullie Rick willen offeren. Of ze gaan een gladiatoren gevecht houden. Spring als je Rick geofferd wil zien! Offeren! Allemaal even zo offeren. Kom, even offeren roepen. Offeren. Oké, laat hem offeren, jongens. Nou, het is in plaats van offering een gevecht geworden. Dus, ja, ik zie het, ja. Oké, ga elkaar maar vechten, jongens. Go! Oh, we gaan vechten. Al. Ik ben er ook in geslaagd, maar ik ga wel hier omheen kijken. Wilton, we hoeven dit niet te doen, hè. We kunnen nu ook samen van Max. Max, jij probeerde mijn koninkrijk in te brengen. Nee, dat probeerde ik ook niet. Ik was gewoon mee. Oh, yes. Pak hem, Julian! Pak hem! Sla hem uit! Offering! Ja, hoor. Dat was het. Offering! 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 Oké, kom, we gaan de arena weer uit, jongens. Het is tijd voor jullie eerste klus. Zoals je weet, is mijn koninkrijk gebouwd op steen. Dus als koning zijnde heb je veel steen nodig. Maar, normaal moet ik dat allemaal zelf vakken. Maar nu ik zoveel mensen hier zie, jongens, hebben jullie allemaal een pickaxe? Ja, hè? Ja, ik zie iedereen een pickaxe in zijn handen hebben. Als iedereen nou mij even kan volgen naar een specifieke mine. Als we allemaal even hier de mine in kunnen, dat is dat gat daar. En dan naar beneden over de mine rails kunnen lopen. En dan allemaal mij even volgen over deze mine rails. En dan over het bruggetje daar, het water lopen. Dan probeer me niet in te halen, anders raken jullie de weg kwijt zo meteen. En dan hier naar rechts. En dan doorlopen in die gang hier. En dan helemaal gewoon deze gang even vullen. Helemaal doorlopen tot het einde. Jullie gaan, zodra ik go zeg, met z'n allen die kant op mijnen, tot je niet meer kan. En ik ga dan zo meteen twee kisten regelen hier. Of er komen wat kisten hier. En dan kunnen jullie alles in plaatsen, zo meteen. Al het steen wat jullie gehakt hebben. En dat is dan voor het nut van Kingdom Content, oké? Okay? Is dat begrepen? Shift pakken als je het hebt begrepen. Ja, goed zo jongens, oké. Okay. Dit is handig. Ik heb echt vaker mensen nodig die gewoon steen voor mij gaan minen. Ready? 3, 2, 1. En recht vooruit hakken, jongens. Kom op. Recht vooruit hakken. Het wordt gefixt. Geen zorgen. Blijf hakken. Het wordt gefixt. Geen zorgen. Op een gegeven moment doet het. Op een gegeven moment werkt het. Okay, ja, jongens. Hakken, jongens. Let's hakken. Go. Als jullie leven er vanaf hangt. Jullie leven hangt er vanaf. Jongens, hebben jullie geen pickaxe of zo? Vast Paul en Doofoot. Jullie zijn er aan het doen. Wel met de pickaxe hakken. Oké, jongens, ik plaats toortjes achter jullie aan. Dit gaat goed. Dit gaat stabiel. Zo benieuwd hoeveel steen hieruit komt door jullie. Jullie zijn top bezig. Jullie helpen me in mijn volgende survival afleveringen. Dit is goed. Hak ook de dingen boven jullie, jongens. Oké. De volgende is inderdaad boven jullie hakken. Jullie mogen ook omhoog hakken nu. Oké, blijf hakken, jongens. Blijf hakken. Even kijken wat de loot is. We hebben al veel. Ik zie het al. Oh, dat kool is ook top, jongens. Als je kool ziet, moet er ook allemaal in de kisten terechtkomen. Hè? Alles plaatsen waar het hoort. Dat is een cupcake. Zeg het eens. Ik krijg coalfire. Dat vind ik heel aardig. Oké, jongens, kom maar weer naar de kisten toe. Alles wat jullie verzameld hebben, dat mag in de kisten. Dat mag allemaal de kisten in. Gewoon lekker allemaal erin dumpen. Probeer, je mag het bijhouden natuurlijk. Maar liever in de kisten, want dan hebben jullie ook nog daadwerkelijk jezelf nuttig gemaakt. Want dan wordt het ook nog gebruikt dat jullie gehakt hebben. Probeer alles in de kisten te stoppen. Dan gaan we zo even de loot evalueren. En dan komt het helemaal goed. Jullie hebben alles in de kisten geplaatst, zie ik. Jezus. Oh, maar deze is zoveel steen en andere troep gewoon. Dit gaat allemaal nuttig gebruikt worden, jongens. Dit gaat allemaal teruggevonden worden. In het kasteel uiteindelijk. In de muren. In de nieuwe gebouwen. Dat gaat allemaal nuttig worden. Hé, ik heb nog wel één leuk iets wat we kunnen doen. En dan is dat de allesbeslissende test. Of jullie mogen blijven met z'n allen, oké? Oké. Maar dan moeten we alweer terug omhoog, oké? Ja, dan gaan we allemaal terug omhoog. Ja, we gaan terug omhoog. Jongens, welkom je buurman en buurman op een stoel. Welkom bij de talentenshow. Ik weet dat jullie allemaal bescheiden zijn natuurlijk. En denken van, een talentenshow, waarom gaan we dat nou doen? Waar is Julian? Waarom zit je daar? Je bent koning. Je hoeft niet in het publiek te zitten. Maar waar moet ik dan zitten? Ja, hier bij het podium. Is hier iemand die heel graag een roast wil doen, een grapje wil maken, die een optreden wil doen, iets voor de rest wil doen, dan... De roast mag helaas niet over mij gaan. Anders word je sowieso opgeofferd. Oké, de roast mag wel over mij gaan. Ik ga eerst iedereen lang. Q-Games, wil jij iets doen? Het hoeft niet. Oké, hier, jij. Hoeft niet, nee. Opa, wil jij iets doen? Ja? Oké, dan ben jij de eerste. Ga maar op het podium. En je moet wel praten. Geef maar een... Doe maar iets. Entertain ons, oké? Kijk, Opa heeft nog wel een goede grap. We kennen allemaal wel dat gevoel tijdens het barbecue seizoen, hè? De geur van de barbecue. Dat jullie er allemaal zin in krijgen, toch? Ja. 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 Denken ja. Jullie dat vegetariërs dat hebben als ze het gras aan het maaien zijn? Vinden we het leuk, jongens?
Ik denk niet. Ik hoor geen mensen lachen. Ik hoor niemand lachen. Als je het grappig vindt, mag je lachen. Als je het roepen. Niet. Het is boel of lachen. Terug. Je hebt je best gedaan. Kom ik maar. Wil mijn acrobatische kunsten laten zien. Oké, okay, ja, ga je gaan. Is dat het? Serieus? Jongens, ow. Boel. Yeah, ik hoor hem niet eens. Boel, het ging over Santos. Ik wil een applaus. Hij deed Santos, jongens. Kom op. Hij deed zo zijn best voor jullie. Oké, helaas. Het publiek vond het niet leuk. Wat stond er op het begin eiland op een bordje? Max stinkt. Dat is gewoon een verhaal. Boe. Jongens, boe of juichen? Boe. Waarom? Wat zijn jullie? Een moeilijk publiek. Ik vond het leuk. Het is een moeilijk publiek. Ik ga maar terug. Ik vond het een leuk grapje. Niet eens een grapje, maar een leuke zin. Welke coureur kan het verst lopen? Max Verstappen. Doet de Max? Jongens, moe of juichen? Moeilijk zijn jullie, hè, met z'n allen. Jemig. De moederman. Oh mijn god. Gaan we offeren, jongens? Ja, offeren. Nee. Ik wil mezelf offeren. Hij doet wel iets. Ik wil mezelf offeren. Offeren! Okay. Kom maar, ik wil mezelf offeren. Kijk, we gaan volgen. Nee, want niemand wordt meer geofferd. Oké, ik heb een leuke mop. Hoe gaan wij naar school toe? Met de fiets. Vliegend. Met de schoolbus. De schoolbus? Ja, schoolbus. Schoolbus. Wat bijen doen. Bzz. Dat vond ik slecht. Terug het publiek in! Nee! Doe het wel goed! Godverdamme! Nou, ga maar. Wat krijg je? Ja? Als je Max met Rick combineert. Abonneer op Rickboy! Deze was goed! Deze was echt goed! Je zit er gelijk terug in het publiek en uit schaamte gewoon. Waarom gaat een boom nooit naar school? Hij is omdat hij niet kan lopen. Oh. Hij snapt er geen hout van. Oh, oké. Die is beter dan geschorst. Prima. Ja, oké, daar zijn we. Ja, ik heb even een vraag aan het publiek. Want we willen eigenlijk nooit gaan zingen. We hoeven geen muziek. We gaan gewoon lekker... ja, ik weet niet hoe het heet. Maar dit wordt heel ziek hoor. Maar hebben jullie ooit buurman en buurman payphone horen zingen? Even ja of nee knikken? Nee. Wat? Dit wordt echt een primeurtje voor ons. Nou, okay. Wij gaan dus doen, maar zonder buurman, zeg maar. Ja, we kunnen okay. De stemmetjes niet. Maar, nee, maar we zijn wel buurman en buurman. Het wordt leuk. Okay. Kunnen jullie een toneelstukje spelen? Allemaal even stilte in het publiek. Yeah, I know it's hard to remember. The people we used to be. It's even harder to picture. That you're not next to me. They say it's too late to make it. They say it's too late to try. Another time that we wasted it all of my bitches burned down. I wasted my night. You turn out the light. Now I'm paralyzed. Ik geef een 10 voor de... Iemand voor de auto. Even wel jongens, applausje. Deze mensen hebben voor jullie gezongen. Max. Fijne avond, buurman. Fijne avond. Is het een boel of is het een jee? Dit vind ik wel een jee waard. Ze hebben gezongen voor jullie. Yes! Oké, de laatste, kom op. Hoe noem je een oude sneeuwpop? Nou? Water. Oké, die vind ik serieus wel goed bedacht. Die vind ik leuk. Die vond ik serieus leuk. Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw, ik heb je gemist. Oh mijn god. Ik snap hem. Net als Shaquille's in Fortnite, je mag weer terug. Van jou kunnen we niet van zeggen. Ik heb je echt een eerlijke kans gegeven, maar ja. Het volk dat heeft gesproken. En je hebt gefaald als koning. Ja, ik snap het eigenlijk niet. Je hebt letterlijk gefaald, dus wederom ga ik je wegsturen. Je hebt geen recht om langer hier in mijn kingdom te zijn. Oh jongens, kingdom uit! Op, weg, de volgende weg keer zijn we met allemaal. Meer mensen. De volgende keer dan hebben we een beter volk. Beter volk, nog meer? Weg ja, hier. Nog meer. Allemaal kom, de muur uit. Opstinken. Oké, jongens, als jullie nu nog iets hebben, biecht het op. Drop het hier overheen. En dan mogen jullie weg. Jullie hebben gefaald met z'n allen. Jullie zijn niet meer welkom in Kingdom Content. Het blijft voor mij. Oh, jezus, jullie hebben wel heel veel spullen trouwens. Ik wil graag een diamond houden. We hebben gezegevierd, jongens. Wij als beveiligers hier. Ik weet niet waar Floris is wel gesneuveld volgens mij, maar...
Jongens, willen jullie nog wat zeggen met z'n allen? Dankjewel. Hey, buurman. Fabriek. Ja, toch Jan, dat de volgende keer raken we wel je af. Volgende keer, ja, dat zal wel, jongens. Julian? Ja? Ik hoop je niet meer terug te zien. Nu echt wegwezen. Ja, ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Jongens, ik heb iedereen weggestuurd. Ze zijn allemaal... Ik heb ze een poging gegeven hier met een podium. Ik heb ze laten minen. Dat hebben ze wel goed gedaan met z'n allen. Maar het overige taken die ze gegeven hadden, die waren gewoon gefaald. Vonden jullie dit nou een leuke video? Abonneer dan zeker even. Dus kijk ook deze video, want deze video zie je waar Julian, oftewel Hultemax, in zijn eentje bij me langs kwam en waar ik hem heb weggestuurd. Dus dan snap je het verhaal een beetje. En dan nu, spreek je later glaasje water en tot de volgende keer!